we hebben een uitnodiging voor het filmfestival in Austin, Special Fest. En die stuurde mij een mail en die zei, het is ongelooflijk wat uw film doet. Dat gaat over de verrichting in deze wereld. En jij kunt dat echt zojuist vertellen. En ik zeg, wat? Wat vertel? En die zei, dat is zo'n hele mail. Maar hij zei van, en eigenlijk heel zijn logica en interpretatie klopt. Dus ik dacht, dat is eigenlijk fantastisch. Ja. Het is een beetje gelijk een abstract schilderij, waar dat je eigenlijk mee kunt doen, waar dat je... wilt, en je kunt mij geen beter compliment geven dan zelf er iets in te gaan zoeken. Ik heb dat gedaan met een bepaalde gedachte. En ik denk om dat te doen, moeten we soms ook wel even vragen aan uw kijker van, we gaan even wat tijd pakken, maar doe maar. Het is, we geven nu wel wat comedy, we geven nu richtingen voor een verhaal, maar je mag echt wel zelf een keer ook iets doen. Het is gewoon een pad. Ik vind dat als acteur, elke acteur werkt anders, hè. Hoe dat hij tot op personage toe werkt. Ik vind altijd dat je vanuit jezelf moet vertrekken. En ook al zijn er ook heel veel dingen die ik niet heb, die Patrick wel heeft, dan is het nog altijd de taak om gelijkenissen te zoeken of om iets te zoeken waardoor dat je dat toch wel een soort van adem kunt geven of zo, dat personage. En het schone aan Patrick is dat hij totaal geen ambitie heeft, dat hij iemand is die heel content is met zichzelf en met wat hem heeft. En dat is in contrast met mij. Ik ben iemand dat, nu wel minder dan vroeger, ik ben iemand die heel ambitieus is, maar op een goede manier van... In verband met mijn werk. Ik wil presteren, ik wil goede dingen doen, ik wil mijn eigen nog blijven ontdekken als acteur en zo. En dat was wel een interessante zoektocht of zo, om te zien van... om iemand te spelen die dat totaal niet heeft. Ja. En dat was heel fijn om te ontdekken. Hoe was de samenwerking met Jemaine Clement op set? Die is misschien bij het Belgisch publiek iets minder bekend, maar die heeft wel wat op zijn palmarès staan. We kennen elkaar al natuurlijk wel een tijdje, Jemaine. Omdat ik een tijdje... Ik heb mee met Legion gedaan in Ginder. En Jemaine is een schat van een mens. Dus ik vond dat ook heel surrealistisch dat hij er was. Ik had zoiets van, zit jij er nu? It's happening, man. Dat was heel fijn. Ja, heel fijn om te werken. Zag je ook in hem het karakter van Dustin Apollo? Of? Hij was natuurlijk op een bepaalde manier geschreven. En ze hebben heel veel respect naar de schriftuur. Dus hij is zich heel hard op de schriftuur. En dan af en toe wat improvisaties, dat zingen. Dat was van, kom, zing deze lied. De vraag van u we naar hem dan? Hoe dat juist gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het is zo, dat is zo'n soort type acteur. Eerst dat hij op kruissnelheid komt, dan is het vingerslikken. Dus dat is eigenlijk gewoon proberen dat hij begint te vliegen. En dan gebeurt het. Maar die had ook wel iets van... Iedereen doet hier continu zijn kleren aan. We hebben naaktscènes met hem. Die zitten er niet meer in. Dat komt niet omdat hem dat gevraagd heeft. Okay. Maar dat komt gewoon omdat het verhaal ergens anders naartoe gaat. Dus die waren oorspronkelijk krijgen veel van, wat is het, dierf hem niet of houden hem niet. Of had hij altijd een gitaar per se nodig. we hebben er maar het is... Dus en eigenlijk na een tijd zoiets gezegd, fuck it, ik ga doen wel mee. Ja. Ik zei, dus morgens ging ik naar de Burger King, ging ik hamburgers eten, milkshakes drinken, smiddags een paar pasta's, dan Haagen-Dazs in de microgolfoven laten smelten en drinken. Ik kan het je echt niet aanraden. Nee, help. En dat was wat Colin Farrell ook als... De Colin heeft het ook gedaan, mag Colin zeggen nu wel. Had jij zelf kleren aan als je die vraag mag stellen? Wel, daar hang ik. Dat is de enige vraag waar ik niet op antwoord. Dat hou ik liever een mysterie. Okay. Dat is voor de audio-commentaar op de tv. Dat hou ik een beetje een mysterie. Okay. Maar het is eigenlijk een beetje gelijk een kostuumfilm. Ik weet niet, soms naar de sauna of whatever. Ze wordt dan altijd echt gewoon. In de kostuumfilms zijn dan altijd gewoon dat je mensen middeleeuwse kostuums dragen. Ja. Dat is een beetje dat. Ja. Oké, nu mentaal. Goed gedaan. Zeg. Meisje. Van waar is dat? Maar dat is sorbet. Ja, maar er is van alles. Dat is geen echte crème glace. Ze hebben chocolade. Oh, echt? Wat een luxe, dit. Ferrero Rocher, Oreo, chocolade, mocha. Straziatella? Smurfenijs.
Nee, een mokkatje en een stracciatella, alstublieft. Dit interview wordt gesponsord door Haagen-Dazs. Moet jullie crème glace hebben? We zullen dat misschien gaan. Ja. Oh, ik zit hier interview weer onderbreken. Nee, dat kan helemaal geen kwaad. Dat is helemaal, het enige goede eraan is dat ik echt... Ik ben verslaafd aan ijscream eigenlijk. Dus dat was wel goed tijdens die opname. Allee, tijdens de Patrick, dat ik constant... Schanteloos mocht u volledig laten gaan. Ben en Jerry's. Dus nu moet ik er wel mee oppassen, want ik heb geen verslavingen, alleen ijs is zo'n beetje... Ik zit niet verslaafd, Paul. Ik heb het gewoon... Ik heb het nodig. Ja, nodig heb ik het niet, maar als ik het zie, moet ik het wel hebben. Als er iets moet ik het hebben. Dus deze is fantastisch voor u, deze moment. Ja. Okay. Ja, kijk er dat is om, leuk. Het is denk ik wel een frisse wind in het Vlaamse landschap. Ja. Allee, als je vroeg, als je nog een paar jaar geleden naar Vlaanderen was, dat boerenfilms of comedies. Hm. De Patrick is denk ik none of that. Het is moeilijk te beschrijven wat en dat de is denk ik positief, hè? Ja. Ja. Dat het, iets. De film denk dat ik zelf wel heel graag zou zien. Dus dat is het enigste compliment dat ik hem ben aangekregen. Als iemand anders hem zou maken, zou ik wel heel jaloers zijn. Ja. Omdat hij heel hard bij mezelf is. Ik doe alleen maar dingen die ik wil doen en die ik graag doe. En als dat niet past in de publieke opinie dan, van oh, want je wordt altijd gecategoriseerd van als acteur. Nee, ik kan allemaal niet schelen. Ik doe dingen als ik de goesting in heb en ik amuseer me, dan wil ik dat doen. Dan is dat mijn keuze. Maar dat maakt van mij geen minder goede acteur ofzo. Er zijn zeker dingen waar als ik dingen terugzie van wat ik heb gedaan, van werk, van acteren, dat ik denk van dat heb ik beter niet gedaan. Windkracht 10 onder andere. Ik kan geen titels zeggen, ik kan geen dingen noemen, want dan gaan mensen dat terugzien en dan dat wil ik niet. Dat wil ik leuker, zelfbescherming. Er is één ding, ik kan je garanderen, als je dat ziet, amai. Ik ga op zoek. Dat wilde mijn acteurskaart terugkrijgen. Ze nu al IMDb aan het doorzoeken. Wat zou het zijn? Maar. Het is een remake van een Engelse reeks. Okay.